In eerste instantie is het Leger des Heils, wat heel veel mensen niet weten, is een kerkgenootschap. En daarbij komt dan dat we soep, soep, solveetje, dat we soep geven aan de mensen die dat willen. En dat we ja, met elkaar voor de mensen zorgen die onze zorg nodig hebben. En dat is heel breed. Het is met kleding, dat is ja, van alles en nog wat, huisraad, noem maar op. Voor arm en rijk, voor jong en oud. En iedereen die is welkom in het Leger des Heils. Ik ben coördinatrice van de kledingwinkel en de sorteerruimte. Wij zijn 3 dagen open en daar stuur ik zo'n 10 tot 15 vrijwilligers aan. Die de kleding verkopen aan minder bedeelde mensen. Maar dat is niet helemaal waar, want eigenlijk mag iedereen hier kopen. Nou, alles wat de mensen uit Spijkenissen en omgeving bij ons in de container doen. En dat zijn ja, ook hele mooie kleding, zelfs nog nieuwe kleding. En daar maken wij een selectie uit en daar vullen wij onze winkel mee. Nou, daar zijn we heel erg kieskeurig in. Want alles wat maar net kapot is, een pieletje aan zit, een vlekje aan zit, dat gooien wij weg. En de rest gaat in de winkel. En in de zomer, als we dan mooie winterkleding hebben, slaan we dat op. En zo gaan wij roleren we mee met de reguliere winkels. Ik ben kapelmeester van het muziekkorps hier en tijdelijk vervang ik onze korpsofficier omdat hij met ziekteverlof is. Samen met Joke doe ik dat. Voor wie is het Leger des Heils niet bedoeld? En dan ben ik heel klaar, heel snel klaar, want het Leger des Heils is voor iedereen. Iedereen is hier welkom, iedereen mag hier zijn of haar plekje vinden. Zowel in de buurthuiskamer, in de erediensten of in de kledingwinkel. Wij zijn er voor iedereen. Fysiek zijn we hier op dinsdagmorgen, woensdagmiddag en donderdagmorgen in het gebouw. En dan staan de deuren open dinsdag en donderdag van 10 tot 2 en woensdag van 1 tot 4. Ik ben verbonden hier aan het Leger des Heils in Spijkenissen als muzikant, als adherent en ook tegenwoordig als coördinator van de buurthuiskamer. De buurthuiskamer is dinsdag, woensdag en donderdag open. Dinsdag en donderdag van 10 tot 2. Op woensdag van 1 tot 4. En dan zijn we open voor een goed gesprek, maar altijd met een bak koffie of thee en een tosti. Maar ook altijd voor een luisterend oor en een warme huiskamer. Een stukje herkenbaarheid is, zijn onze beachvlaggen buiten. Zo van, we zijn open voor de tweede klas kledingwinkel, maar ook voor de buurthuiskamer met koffie. Want koffie in het Leger des Heils, dat is soep sol servation, dat zijn de 3 kenmerken vanaf het origine van 1865, toen het leger in Oost-Londen begon. Als we geen soep meer en koffie hebben, ja, waar blijft het leger dan? Uiteraard via de website van het Leger des Heils en dan Korps Spijkenissen. En daar staat alle informatie in over ons korps. We hebben hier een groot aantal vrijwilligers, maar altijd tekort. Dus als mensen zich in willen zetten binnen het Leger des Heils, niet voor zichzelf, maar voor de ander, dienstbaar te zijn voor de ander, dan zijn ze van harte welkom en dan kunnen ze zich aanmelden bij Sonja van Zanten en Leo Gesquerre. De een is coördinator van de winkel en de andere is coördinator van de buurthuiskamer. En dat kan elke dag hier op die dinsdag, woensdag en donderdag.